of winning this competition. So now I'm gonna touch that cup. Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Champions Club. De achtste finales van de Champions League zitten er bijna op. We hebben al vier ploegen die zich hebben geplaatst voor de kwartfinale. Dat zijn Bayern München, Real Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain. Allemaal grote namen. We zoeken nog vier andere teams. We hebben nog vier wedstrijden te goed. En vandaag pakken we het voor één keer wat anders aan. We zoomen vooral in op één wedstrijd. En dat heeft te maken met de gasten hier vandaag. Eén vaste gast, analist Frankie van der Elst. Maar ook één ex-speler van PSV. Tegenwoordig denk ik ook levensgenieter voornamelijk. En ook, ben ik heel goed in. En ook zanger, dag Jorn van der Doelen. Hoi, hoi. Dus we gaan het vooral hebben over Dortmund tegen PSV, de terugwedstrijd, Frankie. Ja. Welkom ook voor jou. Ja, dank je wel. Ja. Dag Nico. Jou moet ik niet meer voorstellen natuurlijk. Bjorn, jou wel misschien. Misschien zeker voor de jongere luisteraars. Zeker ja, ja? Het is lang geleden. Ex-standaard ook. PSV natuurlijk lang gespeeld. 1 jaar in België. Tegenwoordig woon je gewoon weer in Nederland. In Eindhoven toch? Ja, allang ja. En dus ook muzikant, voetballiefhebber, levensgenieter. In welke volgorde? Levensgenieter op één, denk ik. Ja. En nu vooral ja, muzikant. Maar ik doe van alles. Heel breed, een beetje acteren ook. En podcast maken. Ik doe van alles. Wat doe je het liefst? Want we hadden het hier net voor de opname over. Je hebt een opname gedaan in het stadion van Antwerpen zelfs. Voor een film. Ja, wij hebben, die hebben wij niet gezien in België. Nee, die hebben heel veel mensen niet gezien in België. En in Nederland ook niet trouwens. Nee, het was heel leuk. Ik had het nog nooit gedaan. En toen kreeg ik een mailtje van iemand of ik auditie wilde doen. Want ze zochten voor een rol nog een voetbaltrainer. En ik denk, nou, dat ga ik wel proberen. Maar dat was heel spannend, moet je in één keer auditie gaan doen. Dus ik was bloednerveus toen. Ja. Maar toen mocht ik het wel genoeg, vond ik het heel leuk. Maar wij moesten toen voor opnames, we hebben een deels gedraaid bij het stadion van Antwerp. Nog voordat het verbouwd werd. En ik heb als speler van Standaar in 97, 98, weet ik dat wij toen daar kwamen. En al zei je, de stadion kan echt niet meer. En toen kwam ik dus 20 jaar later daar. Het lag nog precies hetzelfde bij. Ja. Dat vind ik toch wel, vond ik wel komisch. Intussen is het een beetje veranderd. Hoe heette de film trouwens? Catacombe. Catacombe. Ja. Voor de cultliefhebbers, Frankie. Voor de cultliefhebbers. We gaan hem opzoeken, hè. Ja. Frankie, kende jij Bjorn van der Doelen als Jawel. Muzikant? Nee, dat wist ik niet. Er zijn ook heel veel mensen die dat... Nee, dat vind ik... En ik vind dat eigenlijk wel... ik vind dat wel raar, vreemd. Want als ik ben dan ook, zoals jij ook waarschijnlijk, dingen gaan opzoeken van, over Bjorn. Als ik dan zie dat Stef Bos echt beste songwriter van Nederland... Ik heb zelf wat naar muziek geluisterd. Ja, ik snap niet dat we hem niet kennen in België. Terwijl we elke Nederlandse madame die zingt in Nederland is gekend in ja. België. Je hebt Spinvis, noem het allemaal maar op. En dan iemand die zo goed is. Oh, nou, dankjewel. Ja, maar het is toch zo. Zo goed, zo populair ook. In Nederland? Ja. Nou, dat valt wel mee. Ja, maar goed, als Stef Bos zegt, de beste songwriter van Nederland. Stef Bos kennen we uiteraard wel in België. Dan denk ik, ja, hoe komt is het? Omdat het een beetje dialect is ook, het Brabant. Ja, dat ook. Hebben we er ook geen moeite voor? Ook dat, ja, nou ja, geen moeite. Ik speel voornamelijk wel in de regio. Ja. En het is wat qua liedjes natuurlijk ook niet echt... dat het snel op een radio... er zitten geen hits tussen of zo. Nee maar ik zat te denken, Bjorn... Time Out, Wonderland... dat zijn radioprogramma's, Radio 1-programma's. Dan denk ik, ja, daar kan dat wel... Jouw muziek kan daar wel eens aan bod komen, denk ik. Ja, en het scheelt misschien ook. Ik doe alles. Ik heb mijn eigen platenlabel tussen aanhalingstekens. Ja. Val allemaal maar kapot. Ik doe het zelf wel, records. daar heb ik ook moeten mee lachen. De val allemaal maar kapotcast. Ja, die maak ik ook nog, ja. Ja, dat komt eigenlijk vanuit mijn label. Ja, omdat dat val allemaal kapot. Ik doe het zelf wel, records. Waar gaat die over? Muziek. Ja. Maar dat is heel breed. En ook niet al te serieus. Want ik zie mezelf ook niet echt als een... kenner, maar ik vind het wel leuk om met een vriend die muziekjournalist... Wel een goede titel, ja. Ja. De titels dan ook. We hebben een beetje geluisterd in de wagen, Bjorn. En voor de mensen die jouw muziek nog niet zo goed kennen, hebben we ook gewoon een klein fragmentje mee. Meiden uit Limburg zijn stiekem zoeter dan de vlaai. Die modellen uit Friesland, bloedmooi, maar een beetje saai. Keuze met uit Utrecht, je zal het niet snel vergeten. Maar de vrouwen uit Brabant zijn net ietsjes beter.
De vrouwen uit Brabant, Björn, waarom zijn die beter eigenlijk? Ja, ik hoorde een liedje van Pat Green and I Loved Girls from Texas. Dus het is eigenlijk een cover, maar ik dacht, ja, dat moet een Brabantstalige versie. Ik vond het zo goed gevonden, van die zijn net iets beter. Dus het is eigenlijk een ode aan alle vrouwen, maar die uit onze provincie zijn dan net iets. We zijn nu wel nieuwsgierig geworden, jij en ik, Frankie. Nee, vooral jij. Jazeker. Zeg, maar jullie hebben ooit ook nog tegen elkaar gespeeld. Ja, in het seizoen 97-98 dan. Ik ben dat ook moeten gaan opzoeken. Hè. Je wist het niet meer. Ik wist dat wel. Ik wist wel dat hij bij Standaard nog gevoetbald heeft en dat de kans groot was dat, dat we tegen elkaar gevoetbald hebben. Maar goed, je weet nooit wat er in het seizoen allemaal gebeurt. Even checken. Weet jij nog de uitslagen van dat seizoen tegen elkaar, Standaard, Club Brugge? Nee, maar wij hebben denk ik zeker twee keer verloren. Eén keer verloren. Je bent te negatief. Eén match in Luik. 0-3 voor ons en dan 0-0 op Club. Ah. Maar toen ik het opzocht, dacht ik, die 0-3, dat was die wedstrijd. Dat was de wedstrijd waarin de supporters van Standaard zich roerden. Maar wij vielen heel snel met 10. En Gerrits was trainer en de centrale verdediger Ilic kreeg een rode kaart. En Gerrits deed niks. Ik bedoel, hij veranderde niks. Hij liet ons gewoon man op man spelen, achterin. Waardoor we gemakkelijk baas bleven eigenlijk. Ja. En 0-3 wonnen. Met 10. En ik herinner me nog dat achter de goal links, als je nu kijkt... We staan daar en de goal links. Dat de hekkers gingen heen en weer van de boze Standaard supporters. Gelukkig begaven ze het niet. Björn kijkt er niet van op, dus ik veronderstel dat dat vaker gebeurd is daar dat seizoen of zo. Wat ik me nog kan herinneren van het seizoen was toen wij met Standaard bij Anderlecht kwamen. Mm-hmm. Dat was helemaal haat en uit. En toen kregen wij vrij snel een penalty. En toen begon die supporters van Anderlecht dat ik dacht, als je binnenschiet... Dus ik stond al een beetje bij de catacomb. Ik denk, als hij scoort, dan ben ik meteen pleiten. Maar hij miste. Dus ik denk, toen verloren we toen ook gelukkig met 2-0. Maar, dat is nog altijd. Hè? Maar de Standaard supporters, dat was wel fanatieke aanhang. Ja. Club werd kampioen dat seizoen, Frankie. Ja. Ik zal het zelf maar meegeven. Standaard werd 9e, Björn. Hoe was dat eigenlijk? Want je hebt bijna je hele carrière gewoon in Nederland gevoetbald. Eén seizoen in België. Dat was mijn buitenlandse avontuur, ja. Je dacht, ik ga het niet te ver zoeken. Ja, exact. Ik heb nooit in het buitenland willen spelen, qua afstand. En Standaard was nog te doen. Ik woonde toen nog gewoon bij mijn ouders thuis. Je was nog jong, hè? Begin de 20. 21. Ja. En toen reed ik bijna iedere dag op en neer. Ik zo'n Opel Vectra diesel. Hoeveel kilometer was dat dan? Dat was wel een eind. Vanuit een bos, hè? Niet eens vanuit Eindhoven. Ja. Maar ik had ook een klein studiootje in Luik. Dus dan kon ik ook, als ik wel later van de wedstrijd bleef ik dan daar. Je hebt ook wel wat trainers gehad. 3 in één seizoen. Ja, en dat waren ook wel namen waarmee je iets meemaakt, denk ik. Aad de Mos. Ja, want Aarten was, die kwam, die had mij bij de selectie gehaald bij PSV. En toen werd hij daar ook vrij snel ontslagen. Toen kwam Kees Rijvers, die liet me debuteren. Daarna kwam advocaat, toen viel ik een beetje buiten de boot daar. En toen heeft de Aad me naar Standaard gehaald. Alleen wij gingen meteen de eerste dag op trainingskamp in Spa. En toen was hij er al niet, want toen had hij al ruzie met het bestuur. Dus Kees Puxman belde al, want die voelde zich helemaal lullig erover. Want hij had, het ging over een aankoop uit Brazilië, zoiets was het. En toen kwam hij dus na een paar dagen pas die kant op. Maar de verwachtingen waren heel hoog gespannen. De gebroeders en Penza die waren gehaald. Ja. En Stijn Heldermans. En ze hadden echt wel geïnvesteerd. Ja. Maar het liep voor geen meter. En het voordeel was wel dat ik de grote onbekende was. Niemand kende me echt daar. En ik speelde toen wel een hele goede voorbereiding. Ja. Dus ik maakte daarmee wel... dus dat was belangrijk. En ik heb met dat seizoen ook, ik heb veel kunnen spelen, dus ook wel kunnen ontwikkelen. Alleen het was heel moeizaam allemaal. En Aad werd ontslagen volgens mij in november. Toen nam de assistentcoach Daniel Bokar het over. Ja. En toen kwam later Peruzovic. Dat is ook een speciaal figuur. Die zei, dat vergeet ik nooit meer. Dan zei hij met bespreking, als je met de corner tegen, noem maar iets. En als je zelf de bal niet weg kan koppen, dan kop maar tegen het hoofd van de tegenstander. Dat vond ik toch wel heel ver gehaald. Ik denk, dat was nogal een uitgesproken vuur. En daar klikte wat minder. En toen heb ik, want ik heb bijna alles gespeeld toen wel. En alleen de laatste 2-3 wedstrijden volgens mij niet meer. Dus ik heb wel een wedstrijd of 30 gespeeld. Maar was je toen gehuurd eigenlijk? Gehuurd, ja. En je hebt niet gedacht, hier wil ik wel nog een jaar blijven in België of bij Luik? Of...
Ik weet niet meer precies wat ik zelf dacht, maar PSV heeft me toen teruggehaald, want bij PSV was net een hele leegloop. Nieuwman, Jonk, Stam, die zijn toen allemaal vertrokken, dus toen moest ik terug en... Het was ook je langste periode natuurlijk, hè? Bij PSV. Je bent ook een paar keer kampioen geworden, toch? Hè? Ja, 3 keer. Ja. Ja. Dus ja, dat is wel leuk. Is jouw club, PSV? Ja, ik heb de jeugdopleiding ook gespeeld daar. Dus vanaf mijn 10e bij PSV terechtgekomen. Dus dat is dan wel je thuis, zeg maar. En, dus ik heb zelf nog op de jeugdrang gestaan en op de L-site vroeger. Dus ik ben ook gewoon supporter. Maar toen ik gestopt ben met voetbal, ik weet niet hoe dat voor jou was geweest, maar ik moest echt even daar helemaal uit. En ik was er helemaal klaar mee. Ik ben onmiddellijk trainer geworden. Oh ja? Ja, dat kan ook. Het andere uiterste. Je bent nooit, je hebt het voetbal nooit vaarwel gezegd, hè, Frankie? Nee, toch? Nee, heb je ooit een sabbatjaar gehad of zo? Nee. Ja, jawel, ik heb... Ik bedoel, waarin je geen analistenwerk deed, hè? Echt helemaal niks? Nee, dat niet, denk ik. Als ik geen trainer was, dan werd ik wel ergens gevraagd om... Ja. Ja. TV of wat dan ook, wat dingen te doen. En de kleuren van zijn bril, Björn, zijn nog altijd zwart en blauw. Ja, ik zie het bruin. Het is bruin. Het is geen... ja, het lijkt op zwart. Hier is het zwart. Wat wou ik nog vragen? Wanneer heb je dan de stap gezet naar die muziek? Of hoe lang heeft die muziek dan alleen je leven beheerst? Nu is het voetbal een beetje teruggekeerd. Ja, ik heb liefst voor het voetbal wel een beetje teruggevonden. Ja. Nee, ik ben tijdens het voetbal was ik al bezig, maar ik ben relatief laat begonnen. Ik ben pas... Ja, ik kwam eigenlijk altijd drummen. Maar dat vond ons pap een heel slecht idee, want we woonden in een rijtjeshuis. Dus had ons moeder mijn geld meegegeven voor een gitaar. Toen zijn ze ook een akoestische gitaar, toch een elektrische gekocht. En een paar jaar thuis zitten klooien. En toen zei mijn moeder op een gegeven moment, koop nou maar een akoestische. En ga maar les nemen, want dat schiet niet op. En toen was ik 19. Dus toen vanaf mijn 24e een beetje in bandjes. En pas eind 20 wat met eigen liedjes begonnen. En eerst schreef ik liedjes nog in het Engels en voor mijn meisje, want die kan heel mooi zingen. En ik ben geen natuurlijke zanger. Ik kan niet zo goed zingen, dat vind ik wel jammer. Maar ik vind het wel heel leuk om veel tijd en energie in de teksten te stoppen. Ik ben meer een verhalenverteller. En het leuke is dat ik mezelf, toen ik stopte, dacht ik... Iedereen in de pers was te mooi van, hij stopt om muziek te gaan maken. Maar ik stopte omdat ik klaar met voetbal was. Maar ik dacht wel, nou ga ik eens kijken hoe ik in die muziek me kan ontwikkelen. En dat is gewoon veel op je bek gaan en doorpakken, gewoon veel doen. En een beetje je vorm zien te vinden. En dat is het uiteindelijk geworden, dat ik dacht... Ja, ik vind het leuk om die verhaaltjes te vertellen. Ik heb ook best veel liedjes dat ik gewoon echt... Dat is gewoon Polando. En dat heeft zich nou wel in die mate ontwikkeld. Ik heb echt een hele goede band. Met echt hele goede muzikanten. Toen ik net begon, de goede muzikanten die hadden allemaal geen tijd. Zo gaat dat, omdat het ook gewoon niet goed was. Dat wist ik zelf ook wel. Maar denk eerst even zien, wat gaat hij allemaal doen? Wat gaat hij precies. Spelen? Ja. En dat is het leuke eraan. Het is wat dat betreft wel een kwestie van volhouden. En ik wist ook wel dat ik... me thuis zou gaan voelen op het podium. Het heeft ook een paar jaar geduurd. In het begin allemaal zenuwachtig. Ik dacht, wat doe ik mezelf toch aan? Dat ik dat toch... En nu vind ik het wel heel erg leuk. Want het is heel leuk om te doen vanuit die verhaaltjes. En Stef is altijd een voorbeeld geweest van een held. Ik heb daar vroeger heel veel naar geluisterd. En het grappige was, hij had mijn plaat Caballero zonder filter gehoord. En zijn gitarist ken ik weer van het schoolplein. Want die kinderen daarvan zaten bij onze jongens op school. En toen sprak ik Stef na een optreden. En toen begon hij allemaal dingen aan mij te vragen. Ik denk, Stef Bos die mij allemaal dingen vraagt als ik voetbal liefde. Ja, dat is wel mooi. En toen zei hij, we gaan een keer samen een liedje maken. Toen dacht ik, jee, dat is bijzonder. Dus dat zijn wel leuke dingen dat je weet waarvoor je al die jaren gewoon denkt van... Ja, gewoon doorpakken en dan maar zien. Kijk ik naar Frankie en denk ik... Het was misschien ook iets voor jou geweest ooit met muziek. Want het is een enorme muziekliefhebber, moet je weten. Dat weet ik. Ik heb Stef Bos nog georganiseerd, hè, in de Stadsschouwburg. Optredens? Ja, in Brugge. Ja. Maar zelf heb je niks met muziek in die mate dat je het zelf speelt of zo? Nee, hè? Dat nee, niet, nee. Hè? Ik heb ook eens een gitaar gekocht. Maar... Elektrisch of akoestisch? Nee, akoestisch. Maar ik hou wel van muziek. En goed, mijn vader heeft vroeger in een fanfare gespeeld. En mijn dochter, die drumt nu ook wat en die doet ook van alles. Maar ik zelf heb, buiten dat ik heel graag de muziek luister... Ja. En dit soort verhalen geweldig vindt, echt waar, heb ik zelf niks met muziek. Ja, maar als je met hem meerijdt, dan zit hij naast je en dan drumt hij mee, dan zingt hij mee. Ik ben dan... een geweldige luchtdrummer. Zo. Ja, dat doe je goed. Ik zit er maar zelden naast. Ja. Ik zeg niet dat ik er vaak op zit, maar ik drum heel erg veel. Het is een beleving. Maar het is was een ook Elvis Costello-fan. Ja, Costello. Ja, dat wist ik. Costello, absoluut. Ja.
Nick heeft gesloten. Heeft een heel duidelijke mening. Als, het niet goed, als hij het niet goed vindt, dan is het ook... Nee, dat is niet waar. Nee. Florence and the Machine? Florence and the Machine? Nee, dat vind ik niet. Goed. Nee, maar... We gaan maar had, vroeger, als ik jong was, dan zei ik... dat is niet goed, weet je. Maar dat zei ik niet meer. Ik zeg, dat niet graag. Ja, ik ben... Dus andere mensen, allee, smaken verschillen gewoon. Maar als je jong bent, dan denk je, ik weet het hier allemaal. Ja, dat trekt op niks, maar dat is niet waar. Nee, sommige mensen zijn wel gewoon heel goed. Ja. Maar dat is, vind ik dan ook niet. Dat valt bij mij dan ook niet. Smaken verschillen, smaken zo mag het zijn. Bjorn, maar je bent dan dus toch terug in dat voetbal gerold. Schieten Willy, de podcast, gaat over PSV. Ja. Het was Marco Timmer, denk ik, die je daarvoor gevraagd heeft. Ja, en dat verbaasde mij. Ja. Hij moest vanuit VI podcasten gaan maken. Voetbal International. Voetbal International, sorry. Voor de mensen in België die dat niet kennen. Ja. En, dat las jij nooit, heb ik... Nee, toen ik heel jong was nog. Maar op een gegeven moment werden daar muziekbladen. En, dus het verbaasde omdat ik het volgde een beetje in de krant, maar ik had al heel lang in voetbal gekeken. En Marco zei, ja, maar ik wil het ook wel over andere dingen hebben. Ik denk, dat is dan wel interessant. Mm-hmm. En dan zul je toch wel PSV wel in ieder geval een beetje moeten gaan kijken. Ja. En toen dacht ik, oké. En ik had toen ik stopte met voetbal heel even nog voor tv een paar wedstrijden gedaan. Dat ik zei, doe ik alleen PSV of NEC, want daar heb ik iets mee. Maar ik kan niet naar Roda tegen... Ook nog gespeeld, bij NEC. Ja, prachtige club ook. En toen hadden we er 2 of 3 gemaakt. En toen zei ik tegen mijn meisje, ik denk niet dat ik dit tot de kerst ga doen, hoor. Want de gelul over voetbal. Maar we moesten ook onze vorm een beetje vinden nog. En op een gegeven moment viel dat kwartje wel. En wat ik zeg, we kunnen veel zijwegen bewandelen. Soms zitten we een half uur over de vakantie te lullen of dat we het überhaupt eens over PSV gaan hebben. En ik mag Marco en Sjoerd ook heel graag. Het is gewoon bij mij thuis. En dan haal ik hapjes en dan zitten we gewoon, dat vinden de luisteraars soms wat vervelend. Dan hebben we gewoon door zitten tevreden. Ja, dat hebben we hier vandaag niet. Dat maakt niet uit. Ik heb al maar het is wel een leuke tijd om PSV te volgen. Hè? Absoluut. Want wat een seizoen zijn ze aan het spelen. Je gaat misschien niet naar elke wedstrijd kijken, maar... Je hebt wel al heel veel moois gezien. Ja, ik stond er echt van te kijken, want het is echt moeizaam geweest. Ik vond Roger Smit al een hele goede trainer. Ik hou gewoon van aanvallend en open voetbal. Ik speelde zelf heel graag gewoon. Dat was ook vaak het verwijt bij trainers, dat ik te veel in mijn positie liep en zo. Maar ik wilde gewoon dat er wat gebeurde. En Smit had dat ook wel. Alleen het lag toen nog te vaak open. Ruud heeft het heel goed gedaan voor wat er mogelijk was. Maar dan zie je toch de kracht van een goede trainer. Wat Bos voor elkaar heeft gekregen in zo'n korte tijd. Ik stond er echt van te kijken. En ze hebben goede spelers gehaald. Hè. Die Schouten, die kende ik niet. Maar ik ken natuurlijk heel veel spelers niet. Maar die was toch vrij onbekend. Maar die jongen is zo ontzettend goed en belangrijk voor het team. Veerman, die zat er natuurlijk al. Maar ook de ontwikkeling van zo'n Saibari of zo. Die in no time, je zag al bij Ruud toen hij hem in liet vallen. Die jongen heeft heel veel talent. Maar op de een of andere manier heeft hij het voor elkaar gekregen. Het jongens met heel veel zelfvertrouwen en flair spelen. Dat is dus een beetje zijn stempel wel, hè, van Bos als trainer. Ja. Altijd heel, heel aanvallend. Veel risico ook. Ja. Tegen de betere ploegen durft dat nog wel eens verkeerd af te lopen. Maar blijkbaar is het geen enkel probleem. Maar dat is het een beetje. Hè. Want elke wedstrijd, ook al spelen ze niet zo goed, is toch eigenlijk altijd wel heel leuk om te kijken. Ja. En ik vond een wedstrijd tegen Arsenal veelzeggend. Dat was de lange tijd enige nederlaag, de 4-0 daar. Ja, en daar werd te negatief op gereageerd, vond ik. Er werd te veel gekeken naar het scoreverloop. En dat dus vind ik dan het leuke, want dan zit ik in de rust naar die analyse te kijken. En dan kan ik er me dan behoorlijk aan ergeren. Ja, want dan denk ik, daar kan elke boerenlul erover zeggen. Dat is echt wat zeiden ze dan in Nederland? Ja, ik was bij die wedstrijd, dus ik ben wel benieuwd. Ze zeiden dat het een grote ronde was. En ze konden beter maar gewoon inzakken en schade tegenhouden. En ik dacht, maar ze speelden helemaal niet zo slecht. Ze waren gewoon net iets minder efficiënt... Het leuke was, dan hoor je na zo'n wedstrijd beide trainers aan het woord. En die zeggen 2 minuten meer dan iedereen er omheen ervan zegt. Kijk, die Ortega zei dat. Van box to box waren wij niet zo heel veel beter. PSV deed helemaal niet zo slecht. Zit af en toe goed druk. Arsenal heeft een paar ballen uitgeschoten. Alleen in die eindfase, in de afronding, zijn zij zoveel verder. En ook in het defensieve deel. Daar werd het grote verschil gemaakt. Mm-hmm. En ik vond het heel mooi wat Bos deed. Die liet Teese, die ging eigenlijk 2 keer een beetje de fout in, waardoor er gescoord werd. En als je hem gewisseld had in de rust, had niemand daar raar van. En toen liet je hem staan. Toen dacht ik, dat is interessant. Mm-hmm. En die Teese, ziet hoe die zich daarna ontwikkeld heeft. Dus Bos, hij geeft zijn spelers heel veel vertrouwen. En dan mag het een keer misgaan. En hij liet het daar bij Arsenal ook gewoon...
Dat was gewoon een les. Ik dacht, hij vond hem ook niet heel, moet ik zeggen, te neergeslagen na de wedstrijd. Toen dacht ik, ben benieuwd wat ze hiermee gaan doen. En dan zie je dat ze zo'n les bij Arsenal gewoon gaan gebruiken voor de rest van het seizoen. En dat vind ik heel interessant om te zien hoe een trainer daarmee omgaat. En met zijn spelers omgaat. Ze staan 10 punten voor, Frankie. Ja. Er zijn nog 9 speeldagen te gaan. Bjorn die durft het niet te hardop zeggen dat ze gaan kampioen worden, maar ze gaan kampioen worden. Natuurlijk gaan ze kampioen worden. Nee, ik moet eerlijk zeggen, voor het seizoen dacht ik dat Feyenoord toch nog altijd de grote favoriet was. Dacht ik ook. Maar dominant van begin tot het einde. 10 punten voor, dus dat gaat niet meer mis. Hè. Ze krijgen nauwelijks een doelpunt binnen. In de 80 goals gemaakt, geloof ik. Ja. Niet verloren, alleen Leverkusen heeft dat niet gedaan in de groep. Klopt, ja, die zijn nog ongeslagen ook. Dus, maar ze hebben wel wat ze hebben 1 of 2 punten meer, PSV. Dus nee, dat gaat niet meer verkeerd. Ja. Alleen is het nu even kijken wat... Wat de terugwedstrijd brengt. Ja, misschien moeten we het programma van deze week nog eens laten zien voor de duidelijkheid. Het gaat over 4 wedstrijden natuurlijk. We hebben niet alleen Dortmund-PSV, maar ook Atletico, Inter, Arsenal, Porto en Barcelona tegen Napoli. Dat zijn de affiches van deze week. PSV speelde in de heenwedstrijd in Eindhoven 1-1 gelijk tegen Dortmund. Dat waren trouwens 2 doelpunten die werden gemaakt door Nederlanders. Daniel Malen zorgde voor de openingsgoal en PSV maakte dan gelijk via Luc de Jong. En dus kan alles nog wel in Duitsland in die terugwedstrijd. En we hebben ook een korte reactie van Sergiño Dest. Die heeft het volgende te zeggen over die wedstrijd. I think we played with a lot of power, you know, at the beginning. Our pressing wasn't the best, you know, but after it was way better, I guess. And then you saw that it was difficult for them as well. Yeah. To play against us. We were attacking a lot, so if we have the same type of game next, the 13th of March when we play, then hopefully we will end up well. Interviewtje tijdens een partijtje FIFA. Het moet allemaal kunnen, blijkbaar. Maar Desti zei, ja, we hebben ons best gedaan. We hebben aangevallen, maar alles kan nog in die terugwedstrijd. Jij vond, Bjorn, heb ik gehoord in de Skieten Willy podcast, ja, dat PSV wel wat beter had kunnen omgaan met de geboden kansen. Ja, hè? Ik vond dat ze hadden moeten winnen. En ik ben vaak heel positief. Dus ik zat met Paul Verkeem. Ik ga dan kijken in het stadion en... Ik zei, hij had toch gewoon een 4-1 moeten winnen. Hij zegt, ga je dat morgen in de podcast ook zeggen? Ik zeg, denk het al, zeg maar 2-1 dan. Ja. Maar ze zijn, dat is een beetje waar het soms aan schoort. En wat ik net zei over Arsenal, die hebben daar zoveel spelers die dus ballen binnenschieten. Dat lijkt makkelijk, maar dat is het niet. En bij ons is het af en toe nog wel dat we in de afronding het een beetje laten schieten. Luc de Jong, daar ligt het niet aan, nee. Frankie. Die heeft er, ik denk, meer dan 30 al gemaakt dit seizoen. Alle wedstrijden samen. Maar de rest... Bakayoko bijvoorbeeld, zijn rendement zou misschien nog iets hoger mogen liggen. Nee, dat is inderdaad zo. Ook deze week zag ik hem nog een mooie actie maken. Trapt hem uiteindelijk tegen de paal. Maar hij is goed. Alleen efficiëntie, ja, denk ik ook wel. Dat heeft er 9 gemaakt, geloof ik, in de competitie, als ik het goed heb. Ik denk zelfs iets minder, als ik me niet vergis. Ik zou het moeten checken, ja. 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 Hij scoort niet. Maar ja, goed. Het is een beetje vaak hetzelfde natuurlijk met Bakayoko. Een beetje van de zijkant naar binnen komen, dan trappen. Een beetje zoals Bonsuba het altijd doet bij A-Gent. Bij Kaarse Genk. Maar Bakayoko staat verder dan Bonsuba uiteraard. Maar hij moet proberen die ene stap nog te zetten. Ja. Wat meer te scoren, zeker in zo'n dominant helft als PSV. Ja, hij kreeg bij thuis volgens mij Dortmund ook nog een goede kans. Was wel een lastig balletje met zijn stuit. Maar dat is wel. We hebben thuis wel een paar goede kansen gekregen. Maar ik denk dat het wel sowieso een leuke wedstrijd gaat worden weer. En ik denk dat Bakayoko zijn kracht vooral ligt in dat naar binnen. En dat zijn voorzetten zijn wel al heel. Ja, hij gaf bijvoorbeeld die assist tegen Lens voor de Jong die dan binnenkopte. Dat was een assist van Bakayoko. Hij heeft trouwens 6 goals in de Eredivisie. Maar de laatste weken. Ja, werd hij een klein beetje geviseerd of een klein beetje kritiek kreeg hij net omwille van, ik denk, het gebrek aan efficiëntie, maar... Bakayoko. Maar dat verdient hij eigenlijk niet, hè? Toch? Nee, ik vind sowieso vaak veel mensen te kritisch. En bij supporters kan ik me nog iets bij voorstellen, maar toen hij net speelde, toen heel veel mensen vonden toen niks, hè? Dat snap ik echt niet. Daar kun je toch doorheen kijken. Die jongen is nog hartstikke jong, weet je. Hij heeft al zoveel talent. En Paris Saint-Germain wil hem kopen. Die zijn ook niet gek.
Dat is toch gewoon, dat is, en met dit ook, dat komt allemaal nog wel, weet je wel, het rendement. En wie speelde daarvoor nou, die ze verkocht hebben op rechtsbuiten bij PSV? Die lijkt ook heel erg op hem. Nu weet ik het even niet. Het is niet Gakpo, die is al langer weg. Nee. Ach, nou, ik zou dat moeten weten. Maar goed, ik ben heel slecht in naam. Wanneer, dat was ook lang geleden? Of, Nee, vlak voor dat Bakayoko. Die speelt toen ook op de rechterflank. Ze lijken sprekend op elkaar, die jongens. Maar goed. Ik kom er ook even niet op. Het maakt ook niet zo heel veel uit. Maar dan was het rendement ook niet geweldig of zo. En toch worden die jongens dan wel door grote clubs overgenomen. En Bakayoko, kijk, het zijn wel spelers waarvan je weet dat die hebben altijd wel iets opportunistisch. En het is soms ook gewoon echt te weinig wat ze dan brengen. Maar het zijn wel jongens die het verschil kunnen maken. Ja, en zo wat meer kunnen variëren. Ja. Meer variatie in. Ik denk dat je Madueke bedoelde. Madueke, ja. Nou, daar had ik moeten worden. Zou wel wat meer variatie in het spel moeten kunnen krijgen. Ja. Dat wat minder voorspelbaar is. Ja, dat is op beide flanken nog wel een beetje. Ondanks dat PSV heel attractief voetbalt. Mm-hmm. Hoewel, ik moet zeggen, op de linkerflank heb je natuurlijk... deze kan het ook, maar die Dest heeft natuurlijk ook nog echt een individuele actie. Is ook heel goed, die jongen. Ja, dat wil ik nog voorleggen. Dest, nou, dat is bijna een aanvaller, hè? Ja, die maar hij is defensief ook. Maar hij is heel... Scoorde trouwens de winning goal afgelopen weekend bij Go Ahead. Maar die is elke aanval mee, Frankie. Ja. Dest. We kregen heel veel kansen. Ik heb een beetje gekeken vrijdagavond. Enorm veel kansen. Oh ja? Dus, binnen het kwartier had het al 3-0 kunnen staan. Gebeurde gelukkig niet voor de wedstrijd. Maar Dest is inderdaad... speelt dan nog tegen zijn voet daar op de linkerkant. En moet dan nog heel vaak naar binnen kappen om dan met Rechts een voorzet te geven. Of eventueel een mooie goal te trappen. Ja. Trapte hem echt wel geweldig binnen. Ja. Maar we hadden het wat moeilijker bij Milan. Hè. Daar, bij Barcelona een beetje integratie. Ja, maar in Eindhoven is hij zichzelf weer helemaal in de spotlights aan het spelen, denk ik, van de topclubs. Ja, technisch heel goede speler ook. Ja. Sterk, snel. Ja, met die zin voor initiatief aan de bal. Hè. Het is niet alleen komen, maar dan ook nog in die hogere positie ook nog voor iets zorgen, iets te proberen. Ja. Het is niet dat hij komt en dat je dan ziet van oei, en nu stopt het. Ja. Het is, dan kan hij nog iets doen daar hoog op de linkerkant. Ja. Wie vind jij de leukste speler of de beste speler bij PSV, Björn? Ik heb echt een zwak voor... Ja, ik vind heel die selectie heel erg goed. En ik doe bijna iedereen tekort door er een uit te pikken. Maar ik vind die Schouten gewoon ontzettend goede speler. En hij speelde, dat was ook weer zoiets. Toen Bos liet hem debuteren in de Europa Cup in de laatste linie. Deed hij meteen zo goed. Kreeg hij volgens mij 1 of 2 hoge ballen waar gewoon een ervaren verdediger al last mee heeft. Hij is in principe een middenvelder. Ja, en daar zag hij dan wat minder goed uit. Dus daar werd dan ook kritiek op gegeven. Ik denk, die jongen die bracht zijn ploeg aan het voetballen. Zijn aannames zijn goed, zijn passing is goed. Hij heeft een heel goed oog waar een bal gaat vallen. Zijn timing is heel goed. En het leuke is dat, zeker als hij in de laatste linie speelt, dan heeft hij in één keer zoveel tijd dat hij gewoon... Hij staat met 2 vingers in zijn neus, staat hij dan te voetballen. Dat doet Bos dan om gewoon nog beter te voetballen en een rijtje lager te zetten. Ja. Om het voetbal van achteruit... Ja, met Ramaljo is dat niet altijd even... Nee. Heeft daar wel wat meer problemen mee. Ja. Boskalli kan wel goed voetballen, vind ik. Okay. Die, ik vond dat vrijdag ook oké tegen. Het was makkelijk voor hen. Maar die gaf ook een paar ballen over de grond, tussen de lijnen. Zo. Dat dacht, eigenlijk heb je een heel sterke centrale as bij PSV. Je hebt een ervaren keeper. Je hebt Schouten, die daar, Boskalli, die het goed doen. Maar Veerman en De Jong, dat is een centrale as waar veel ploegen jaloers op zijn. Ja, als je kijkt hoe goed de jongens het doen. Want De Jong is natuurlijk... Dus die doet het ongekend goed. En dat vond ik ook zo ongelooflijk. Want die had vorig jaar echt een heel moeilijk seizoen. Dat ik dacht, daar gaan we niet veel meer van zien. En dan komt hij dit seizoen en dan denk je... Want niet alleen de goals en assists die hij geeft, maar het afjagen. En het is die jongens zijn fit tegenwoordig, hoor. Die meters die ze maken. Ik dacht dat wij fit waren, maar het is tegenwoordig wel... dat is niet meer normaal, hoor. En Veerman speelde tegen Dortmund thuis, vond ik echt als een koning. Gewoon rustig, constant aanspeelbaar. En dat vind ik ook het mooie trouwens, een Boskalli is ook heel erg ingegroeid. Ik hou er wel van dat de verdedigers of spelers elkaar corrigeren in het veld. Heeft een aantal seizoenen ontbrak daar eraan. En nou zie je als er ergens in loopt, dan wordt er meteen op aan de gang. Non de tu. Ja. Leiderschapsfiguur. Ja. Dus wat is jouw gevoel voor die terugwedstrijd? Komt het goed voor PSV?
Ik doe nooit voorspellingen. Nee, nooit? Maar, nee, zelden tot nooit. Je gaat niet ik zeg kijken. Me liever nee, achteraf, niet, daar had ik voorspeld. Je gaat niet in het stadion zitten, nee. Maar wel op de televisie proberen kijken? Ik ga thuis kijken, ja. En met mijn meisje en de jongens, vind ik gezellig. En het wordt denk ik weer een hele leuke wedstrijd. En ik denk, Dortmund zal toch thuis dan iets opener gaan voetballen, denk ik. Dus daar komen denk ik wel kansen. De vraag is weer van, ja, hoe springen we daarmee om? Ik denk echt wel dat we wel kansen creëren. Is dat misschien een probleem, dat er niet zoveel, Frankie, aanvallende opties zijn van op de bank nu bij PSV? Vertessen is vertrokken. Ja. Noah Lang is nog altijd geblesseerd. Er zijn niet zoveel jongens die extra kunnen komen als invaller. Dat is zwaar, ja. Dus dan als het een beetje vastzit, als er iets anders nodig is, ja, dat je dat niet kunt brengen. Dat is inderdaad daar heeft Dortmund, dat bedoel ik ja, dan, die, misschien die, wat meer marge. Nee, zeker wel, want die komen uit een periode met vele blessures. Net voor de heenwedstrijd was dat het geval. Speelde, ik zag ze toen tegen Heidenheim voetballen op vrijdagavond. Ik dacht, amai, hoe slecht is dit? Maar die zijn... Ja, maar nee, dat was ook zo. 0-0 in Heidenheim. Ja, ja. Dat leek nergens naar. Maar goed, die zijn stilletjes aan beter geworden. Hebben inderdaad wel meer mogelijkheden. En daarom denk ik net dat het toch moeilijk wordt voor PSV. Ik hoop echt van harte dat ze het kunnen halen. Het wordt toch een moeilijk probleem. Ja. Vertessen die vertrokken is, begrijp je dat eigenlijk? Nee, niet zo goed. Ik snap... Kijk, ik kan me voorstellen, spelen. Ik heb er zelf ook regelmatig in gezeten dat je buiten de boot valt. En op trainingskamp was ik eigenlijk, had je een soort A-selectie die oefende en dan hij zat daar niet eens bij. Ik kan me voorstellen dat je dan dat je raakt. Maar ik snap het niet zo goed, want hij is al belangrijk geweest. En er komen toch die momenten komen toch weer. Dat weet je. Dus het ligt denk ik ook een beetje dan. Zo'n jongen is natuurlijk ook jong. Wat zegt zijn omgeving? Ja. Ik vond het opvallend. Is hij nu aan het spelen trouwens? Is nog geen basis. Hij heeft 6 keer meegedaan in de Bundesliga bij Union Berlin. Ja. Maar 2 keer maar aan de aftrap. Maar wat denk je, is dat dan een geldkeuze? Of denk je dat zo'n jongen... Nee, geen idee. Ik denk dat hij een keuze om meer te kunnen spelen. Vorig seizoen kwam hij ook al naar Union natuurlijk op uitleenbasis. Dus hij wil wel die minuten krijgen. Maar hij mocht wel bijna altijd invallen bij PSV. En scoorde ook af en toe. Ja. In het seizoen waarin je eigenlijk bijna zeker bent dat je kampioen gaat worden. Ja. Die had ik toch wel even meegepakt dan als ik hem was. Sommige jongens hebben ook geen geduld, hè. Mm-hmm. Het is zoals Bjorn zegt, altijd niet makkelijk. Maar af en toe, je moet ook een beetje jezelf goed kunnen inschatten, vind ik ook. Maar sommigen hebben het daar moeilijk. En tijdens een seizoen vertrekken, ik heb dat nooit gewild. Altijd moeilijk, hè? Ja, bij Twente, omdat ik tijdens een doodspoor. Naar een ploeg die het moeilijk heeft, toch? Hè? Ja. Jazeker, Noah Lang, gaan we die nog in actie zien, denk je, dit seizoen? Want die hamstringblessure, dat sleept al maanden aan, hè? Ja, dat is wel een beetje een probleem. Want nou hoorde ik van Sabai ook alweer een hamstring. Dus die hamstringdingen blijven wel... Het is trouwens wel grappig. Ik weet niet of jullie dat hier hebben meegekregen. Maar er was een supporter van PSV die al 52 jaar een seizoenkaart had. En die hem inleverde omdat Noah Lang gehaald werd. Echt? Ja. Ai. Toen zei al iemand, je zult zien dat ze het nou heel goed kan doen. Ja, en dat Lang. Een kampioen. Maar ik zei al, wees dat nou. Alsof je 52 jaar getrouwd bent. En dan die vrouw met de verkeerde pannenkoekmix thuis komt. En zegt, nou eruit. Nou is genoeg. Is toch rare keuze. Maar ik vond het wel komisch. Want het is een hele leuke speler. Ja. Ze is heel talentvol. En met veel flair. En ik hou ook wel van zo'n jongen die dan wat dingen durft te zeggen. Hè, want het is allemaal redelijk voorzichtig tegenwoordig. Dus ik hoop dat we die nog wel... dat die nog fit wordt. Want er is wel... Ja, als er die hamstringblessure is en dat duurt maar... Dat is gevaarlijk, hè? Ja. En die man die het abonnement ingeleverd heeft na 52 jaar... Gaat hij nu nog kijken als ze kampioen worden? Ik weet het niet. Als Noah Lang niet meedoet wel. Nee. Ja. Voorlopig heeft hij geluk. Ja. Maar we hopen toch voor Lang dat hij weer fit geraakt. Ja. Ik pik er nog even... We hebben niet veel tijd meer. Onze tijd zit er bijna op. Ik pik er nog even een andere wedstrijd uit, Frankie. Ja. En dat is Atletico tegen Inter Milaan. Daar wil ik het ook nog wel even over hebben. Wij hebben samen de heenwedstrijd becommentarieerd in Milaan. Het werd 1-0. Het was een verdiende overwinning. Ja, het verdiende zegen, maar dat had wat ruimer mogen en kunnen zijn. Dat zou en kunnen zuur opbreken, maar ik denk toch nog altijd dat Inter het gaat halen. Inter verlies gewoon nog niet. Hè. Gisteren of in het weekend ook weer niet 0-1 gaan winnen in Bologna. Terwijl Atletico, heb ik ook een stuk van meegenomen... Echt slecht speelde. Ze hebben verloren bij Cadiz 2-0. Een grote degradatiekandidaat.
het enige positieve tussen aanhalingstekens was voor ons dan ook de invalbeurt van Arthur Vermeer. Ja. Die heeft nog 20 minuten mogen meedoen. Maar het was echt niet goed. Mm-hmm. Zoals Atletico wedstrijden kan hebben. Wel initiatief, ze kregen het initiatief. Maar er kwam niks van. Oké, Griezmann er niet bij, dat is toch voor hen een groot gemis. Achterin speelde Paulista mee. Vond ik twee keer in de fout eigenlijk, bij de twee doelpunten. Witzel weer, de rechtse van de drie. Ja. Witzel, het is goed dat je die vermeldt, Frankie, ja. Want die was heel sterk in die hele wedstrijd. Dat was de beste man. Ja. Blijf ik nog altijd achter staan. Ja, tuurlijk. En ze verloren wel, maar Witzel bracht een paar keer echt wel goed redding. En een week na die heenwedstrijd zijn we op bezoek geweest bij Axel Witzel. Collega Axel, Alex Teklak liever, zo moet ik het zeggen. Die ging op bezoek in Madrid en die vertelde Witzel dat hij intussen ook wel recordhouder is wat betreft het aantal wedstrijden voor een Belg in de Champions League. Dus dat is wel mooi. Tu sais que t'es le recordman, belge. Je l'ai appris il y a pas longtemps, parce que moi, dans tout ce qui est statistiques et les data, je suis pas trop fan de tout ça. Et on me l'a dit il y a pas longtemps. En ayant quitté l'Europe, quand même. Ouais, c'est vrai que je suis resté quand même. Je jouais à la Ligue des Champions d'Asie, mais pas. Bon, j'ai arrêté pendant entre guillemets pendant un an et demi. Donc j'aurais pu avoir encore quelques matchs en plus. Mais c'est bien, ouais, c'est quelque chose que je suis quand même fier. Ouais. Et par rapport à ça, je voulais parler de ta longévité, mais surtout de ton hygiène de vie. Les gens, aujourd'hui, s'en rendent compte. Si tu as envie de viser sur le long terme et de ne pas arrêter ta carrière à 31 ans, 32 ans, tu dois prendre soin de toi. Et je pense que c'est super important si tu as envie de jouer, pas dire jusqu'à 40 ans, mais pourquoi en tout cas, le plus loin possible. Plus loin possible, ouais. Ja, de volledige reportage met Axel Witzel is te zien in onze voorbeschouwing op televisie natuurlijk. Hij is al 35, misschien tot 40, Frankie, wie weet. Maar hij verzorgt zich sowieso. Hè. Daar ligt het niet aan wat hij al zei. Nee, dat zie je er ook nu aan. Hè. Ze hebben we kunnen merken, was heel erg fit ook in die wedstrijd. Durfde hoog spelen. Want er werd wel eens gezegd, een beetje traag geworden. Ja. Het is natuurlijk geen Virgil van Dijk centraal achterin, maar hij doet zijn best. Hè? Nee, ja, maar goed, Virgil van Dijk speelt al jaren centraal achterin. Dat is een natuurlijke positie. Bij Witzel is dat een stuk minder. Maar omdat er vaak negatief werd gesproken over Witzel, moeten we toch zeggen dat hij het gewoon goed doet bij Atletico. Was heel sterk in die match. Wie is trouwens de beste Nederlandse voetballer van het moment, Björn? Heb je daar een mening over? Frenkie de Jong bijvoorbeeld, hij gaat nu niet spelen met Barcelona. Ben je van dat soort jongens, als je zegt het moet vooruit gaan? Ja, die is wel heel erg goed. Ik kijk verder buiten PSV niet zoveel, maar ik heb volgens mij het Nederlands elftal, ik kijk eigenlijk ook nooit alleen maar die eindrondes. Omdat mijn zoon komt eraan, dan ga ik kijken. Ja, mijn oudste zoon die vindt dat heel leuk en dan vind ik het gezellig. En ik kijk ook best veel dan. En dus ik had wel veel over Frenkie de Jong gehoord, maar ik had hem nog nooit zien spelen. Toen dacht ik, nou snap ik het wel. Die voetbalt wel heel... Hij zou ook mee kunnen bij PSV. Die zou wel mee kunnen bij PSV, denk ik. Ja, maar voor wie moet hij spelen? Nee, hele goede speler, ja. Hele goede speler. Ja, Barcelona mist wel een paar belangrijke spelers met Gavi en Pedri die er ook niet bij zijn. Barça-Napoli, de heenwedstrijd was 1-1. En Arsenal dus tegen Porto, die moeten ook nog iets rechtzetten, want ze verloren met 1-0 daar in Portugal. Maar bon, alles ziet u bij ons op de televisie. Björn, de volgende optredens, waar zijn die? Voor de mensen die nu denken, we gaan toch eens kijken naar hem. Ik speel sowieso Paaspop. Donderdag, vrijdag twee keer solo en op zondag nog met de band. En waar moeten de mensen dan naartoe? Schijndel. Dus ik speel eigenlijk nooit in België. De dichtste bij is Eindhoven. Kijk, ik heb een idee. Frankie heeft gezegd dat hij vroeger nog optredens heeft georganiseerd. Ja, misschien moet hij dat maar nieuw leven inblazen. Ik ga van jou boeken maken. Nee, dat ga ik niet meer doen. Maar ik heb er inderdaad een aantal georganiseerd. Onder andere. Heb je dat serieus? Ja, natuurlijk wel. Ja. Stef Bos in de Stad Schouwburg. Kijk, vraag het hem eens. Stad Schouwburg afgehuurd. En maak er werk van, jongens. In Brugge of Gent of Antwerpen. En dan niet te ver weg. Ja. Björn, mag ik je bedanken? Jullie bedankt. Voor je komst. Succes nog met de muziekcarrière. Hopelijk voor jou de kwalificatie van PSV. We gaan het zien. Dankjewel. Frankie, jij zit in de studio deze week. Wanneer? Woensdag. Woensdag. Oké, dan zit ik in Dortmund voor Dortmund PSV. Ja. Ik ga erheen. Dus ik kijk er ook naar uit. Dankjewel, Frankie. En zoals steeds de afspraak op dinsdag en woensdagavond om 8:15 op Pix Plus Sports voor onze Champions League Multilife en de Champions Club, de podcast, die is er terug voor de start van de kwartfinales. Tot binnenkort.